heeft staatssecretaris Etienne Schoepen aandelen verkocht met voorkennis. Het gerecht is in elk geval met een onderzoek gestart. Het gaat over KBC Ancora aandelen die begin mei verkocht zouden zijn net voor de federale en de Vlaamse regering de KBC-bank te hulp schoten. Met kapitaal en staatswaarborgen was dat. De commissie die toezicht houdt heeft een dossier rond een aantal verdachte transacties doorgegeven aan het parket-generaal. Over het bedrag dat ermee gemoeid is, is niets bekend.